Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Zo mensen, ja, ik heb een heel leuke mededeling met jullie te delen. Yes! Ja, we gaan een kleine upgrade doen hier bij de video's sowieso. Zoals gehoord is mijn audio al echt helemaal tip-top in orde. Ik heb nu op mijn camera de shotgun mic van Sennheiser MK200 opstaan. En deze shotgun mic is gewoon top. Dus een van de beste shotgun mics die je kunt kopen. Zonder dat je daar enige batterij voor nodig hebt ofzo. Je steekt dat gewoon mijn kabeltje in je camera. En je kunt lekker video's maken met een top kwaliteit. Top audio, sowieso. Nu ben ik aan het filmen met het geluid van de Sennheiser MK200. Hey, it's dope. Ja, ik heb iets nieuws aangeschaft. En wat ik heb aangeschaft, dat is de DJI Wireless Mic Set. Dit is de eerste version. Ik heb nu ook al de tweede uitgekomen, maar het is het totaal niet waard om voor die tweede te gaan. Deze is een tikkeltje goedkoper, maar oh zo goed. Deze wireless mic is echt insane, want je kunt intern recorden, zeg maar. Dus via de wireless mic zelf kun je recorden. Ik heb deze al geunboxed. Ik heb deze niet nieuw aangekocht. Ik heb deze via tweedehands gekocht. Maar deze is zo goed als nieuw. Warranty zit er nog bij. De factuur aanwezig. Voor een zeer dope prijsje heb ik dit aangekocht. En ik ben echt mega excited sowieso. Ik ben zo stoked om deze te testen. Ik heb deze nu echt al bijna een week in mijn bezit. En ja, ik heb niet echt de zin gehad ofzo. Ik was te excited om het uit te testen. Maar ik dacht van kom, ik moet er nu echt wel een video over maken. Dus we gaan dit gewoon doen. Deze kun je op 250 meter signaalsterkte kunt je zelf je recorden zonder dat de audio wordt verstoord. Dit is een dual channel recording. Up to 14 hours onboard memory. En wat dat echt wel nice is in die case dat je meekrijgt, kunt je je dingen opladen. Dus dat is echt wel insane. Portable and compact. Yes, ja. Wide compatibility. Compatibility that you had, dat is, oh ja, 15 hours of battery life. Dit is het dus, zoals je ziet. Even een close-up shot. Yes, nice, nice, nice. Even een korte storytime. De camera waarmee dat ik nu aan het filmen ben is mijn professional camera. Dit is de Lumix S5 Mark II met de kitlens 20-60 mm. En echt, ik ben zo stoked met deze camera, oprecht. Maar ik dacht dat mijn lens kapot was omdat ik een geluid hoorde. Ik ga nu stil zijn en je gaat dat geluid horen. Yes, dat geluidje dat je hebt gehoord, ik dacht dat dat een defect was. Dus ik stuurde mijn lens zeg maar op naar de manufacturing. Dingen naar Camera Express, ze hebben dat dan doorverzonden. En ik dacht, yes, ze gaan dat repareren, dat. Blijkt dat het gewoon de lens is. Yes. In stille ruimtes en zo. En als je stil bent, ga je dat gewoon super hard horen. Omdat ik een external mic gebruik. Dus ik ben mijn lens kwijt geweest voor bijna 4 weken. Voor wat? Voor geen reet. Mijn lens is gewoon perfect. En ik weet dat ook wel. Maar ik dacht van misschien kan dat een defect zijn. Omdat op Google stond dat er een mogelijkheid was dat het een defect was. Maar wat er in de doos zat. Even terug naar de video. Wat er in de doos zat. Is deze carrying pouch, deze zakje zoals je ziet. En wat komt er nog mee? Het is echt schattig. Zulke twee windmuffs. Look at these. Dit komt er dus mee. En je hebt er zo twee stuks omdat je twee microfoons hebt. En deze moet je gewoon opdraaien. Dus twee van de... Ik vind het echt schattig. Hè? Ik ben zo stoked. Hè? Besef, dit hoort tweedehands zijn, maar dit is gewoon zo goed als splinternieuw. Guy, als jij dit aan het zien bent, mad respect oprecht naar je. Echt, thanks voor die shit. Je hebt me echt gewoon geholpen. Je krijgt er een audio jack bij. Yes, een kabeltje. En je krijgt de USB-C kabel waarmee dat je deze beautiful case moet opladen. Look at these. Look at these, besef deze case. It's beautiful, it's prachtig, hè. Oké, top. Mensen, ik ben nu eigenlijk aan het recorden met Vlog, dat wil zeggen dat het heel neutraal is qua kleuren en zo. Zoals je ziet is het heel grauw en ik kan dit gewoon
color gradient, dus ik ga mijn best doen om dat echt zo mooi mogelijk te maken, maar ik beloof niks. En als het niet echt gelukt is, kijk je gewoon naar een grauw beeld. Nice. Oké, mensen, ik ben te excited om dit te proberen. Zoals we nu aan het filmen zijn, we zijn aan het filmen op de Sennheiser Shotgun MK200 mic. Nu ga ik jullie laten horen hoe dat het klinkt om gewoon built-in microfoon te gebruiken van de Lumix S5 Mark II. En daarna gaan we lekker overschakelen naar de nieuwe mic, de DJI wireless mic. Oké, let's fucking go, mensen. Test, test. 1, 2, 3. Test, test. 1, 2, 3. Nu gaan we over naar de internal mic van de Lumix S5 Mark II. Oké, zoals jullie waarschijnlijk horen, het audio is wel nog altijd deftig, omdat Lumix Panasonic... Och, ik hou zoveel van die brand, sowieso. Het is niet eens gesponsord, hè. Ik heb deze shit zelf moeten kopen. Jammer genoeg wel. Maar dit is het geluid van de internal mic van de Lumix S5 Mark II. Test, test. 1, 2, 3. Test, test. 1, 2, 3. Zoals jullie horen, allez, dat denk ik toch, is het toch redelijk deftig. Want ik zit nog niet zo ver van de camera. Ik zit ongeveer misschien een halve meter van de camera weg. Tenzij ik zo kom, is het misschien een kleine 35 centimeter. Yes. Ik ben zo blij met dit shit. Maar het is tijd om over te schakelen naar deze wireless mic. En look at this als ik het open doe. Oei. Look how sexy. Oké, dit is een transmitter. Of... Jezus, ik weet niet hoe dat dan noemt, hè. Maar dit moet je op je camera zetten. Dat middenste console stukje. Dit zet je op je camera en hier kun je de channels zien. Zoals ik al zie, is alles mooi opgeladen. Ja, ik ga dit gewoon testen. Ik heb er zin in. Dus let's fucking go. Oké, normaal gezien is het nog altijd het geluid van de camera. Maar als ik op record ga drukken, zeg maar hierop. Ik heb hier de microfoon vast, zoals je kunt zien. Dit is met een magneetje, wat echt insane is. Oké, zoals jullie nu horen, mensen, is de microfoon ingeschakeld. Hier kun je ook een lavalier mic op aansluiten van DJI zelf. Ik weet niet of je ook een andere lavalier mic zou erop kunnen aansluiten. Normaal gezien wel. Ik heb deze liggen in mijn tas, maar daar gaat de video helemaal niet over. Maar zoals jullie horen, is het echt wel insane. De kwaliteit zou normaal gezien nice moeten zijn als ik kijk naar de transmitter. Dus dat is een microfoon en die bakje dat er hier van boven staat, ik ga het jullie even tonen. Ik ga het even opnemen, dus een secondje. Dus zoals jullie ziet, dat daarboven, dat is mijn camera setup. Yes, fucking nice. Maar zoals je ziet, is het nu aan het recorden, internally. Dat is omdat ik niet weet dat ik dat moet aansluiten. Ik denk dat dat via de kabel is, maar ik heb dat verkeerd aansluiten op mijn camera. Dus ik ga gewoon een keer moeten kijken en een beetje mee spelen van hoe de fuck ik dat moet doen. Deze windmuff is perfect voor als je naar buiten gaat, als je buiten een video zou moeten opnemen. Deze zou je normaal gezien erop moeten draaien. Zo, gelijk dit. De windmuff zit er nu op, wat echt amazing is. Je hebt de case waarbij dat je je microfoons, je wireless microfoons kunt opladen. Je hebt de receiver, je hebt de transmitter. Jeez, ik ben mega excited om hier verdere video's mee te maken. Voor moest ik gewoon een keer naar buiten gaan. En ik heb zin om een betere audio kwaliteit te pompen voor jullie. Dan is het echt wel nice. Dit is de DJI wireless microphone versie 1. Test, test, 1, 2, 3. Test, test. 1, 2, 3. Zo mensen, laat me zeker weten in de comments wat jullie hiervan vinden. Ik denk dat het echt wel nog insane gaat zijn. Dit is nu aan het recorden in het apparaat zelf. Dit heeft een internal geheugen, wat dat echt wel amazing is. Je kunt het aansluiten op je camera, wat dat op zich niet moeilijk zou moeten zijn. Maar de kabel van die DJI receiver, zeg maar, is veel te kort. Dus dan ga ik gewoon een keer kijken hoe dat ik dit allemaal moet fixen. Maar laat me zeker weten wat jullie vinden van het geluid. Dus de eerste test was met de Sennheiser Shotgun mic. Deze heb ik hier ook liggen. Zoals je ziet, heel professional, sowieso.
Jezus, ik ben een echte YouTuber. Ja, en de tweede test was met de internal mic van de Lumix S5 Mark II. En deze test is met de DJI wireless microphone versie 1. Dus laat me zeker weten wat jullie ervan vinden. Oké, zo mensen, zoals het goed is, ben ik nu aan het filmen en kunt je mij perfect horen. Wat ik ga doen is, ik ga nu aan het einde van mijn straat, ja, aan de overkant van de straat gaan. En normaal gezien zou het geluid nog altijd perfect moeten zijn. Dus laat me zeker weten in de comments wat jullie ervan vinden van het geluid. Dus ik ben nu verder aan het gaan. Ik sta nu wel met mijn rug naar de camera, dus ik weet niet of de receiver het goed ontvangt. Maar ja, ik ben nu ongeveer een 50 meter of zo, 30 meter van mijn camera. Ik weet niet of je mij kunt zien, ik ben nu aan het zwaaien. Zoals je ziet, en het geluid zou nog altijd perfect moeten zijn. Jees, dit is de DJI wireless microphone. Dus zoals je hoort, ik ben deze nu aan het testen. Ik ga nu waarschijnlijk hier achter de auto staan, dus ik weet niet of dat het deftig gaat zijn. Ik ben nu iets verder. Dit is sowieso zeker het 50 meter. Dus test, test, 1, 2, 3. Test, test, 1, 2, 3. Ik moet gewoon hier vlugger oversteken. Maken dat ik niet omver gereden word. Maar dit is nu internal aan het recorden. Dus let's fucking go mensen. Ik ben kei excited. Dus ja. Top. Oké, zo mensen. Ik heb dus een manier gevonden om de receiver of de transmitter, ik weet niet wat dat is, maar dat boxje waarop dat je de LCD-scherm ziet. Ik heb deze verbonden met mijn camera, dus nu is dit verbonden zeg maar met mijn camera. Is het gewoon internal aan het recorden. Zo, dus ik kan dit gewoon vasthouden en jullie kunnen gewoon een duidelijke audio horen. Dit is niet aan het recorden via het microfoon zelf. Zoals je ziet, het rode lichtje brandt niet, alleen maar het groene. Dus dat we zeggen dat hij aanstaat. Dus het geluid zou echt wel top moeten zijn. Dus ik weet niet of dat het te luid is. Ik moet echt gewoon nog een beetje spelen met dit. Maar ik ga hierbij de video afsluiten. Dus ik hoop jullie ervan genoten hebben. En ik hoop dat ik jullie een beetje heb geholpen. Het is echt niet nodig om naar de DJI wireless mic 2 te gaan. Je kunt ook gewoon de eerste kopen. Dit is echt gewoon insane. Zoals gehoord is het geluidskwaliteit echt wel deftig. Dus yes mensen, zeker niet twijfelen. Als jullie een wireless microphone willen kopen of aanschaffen, dit is echt een aanrader. Dus yes, hierbij ga ik de video afsluiten. Nogmaals bedankt om te kijken naar deze video. Vergeet zeker niet dat duimpje in de lucht te steken. Dus je moet gewoon op de like button klikken. Daarnaast of hieronder of ernaast heb je normaal gezien een subscribe button, een abonneer button. Als daar nog altijd abonneren op staat, dan zit je oprecht gewoon fucked. Ik ga niet eens liegen. Dus ga gewoon even op die knopje drukken, zodat je geabonneerd bent bij de Ashley Squad, wat echt freaking amazing is. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar ook zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd zeggen mensen, dat is tot de volgende video later. Ciao.